Ja, met Edwin de Graaf, een nieuwe trainer. Hoe druk heb jij het de afgelopen weken nog extra gehad bovenop je andere taken? Ik klaag niet snel en dat zal ik nu ook niet doen, maar het is een ontzettend drukke periode natuurlijk geweest. Vanaf het vertrek van Jurgen en ook mijn beslissing om die functies toch wel uit elkaar te gaan trekken. Om die weer te gaan splitsen. Ja, ben je alleen nog maar daarmee bezig, buiten alle andere taken die natuurlijk ook nog blijven liggen. Dus. Roda belde jou of jij had gesolliciteerd? Nou, ik heb vanuit mezelf en vanuit mijn zaak, we nemen natuurlijk ook wel gelijk aangegeven dat ik graag mee wil genomen worden in de sollicitatieprocedure. Zo ben ik in gesprek gekomen en hebben ze me uitgenodigd voor een kennismakergesprek. Dat was van beide kanten goed bevallen. Ik heb net ook kennis gemaakt met de overige stafleden. Dat is gewoon een heel fijn gesprek geweest en tot nu toe een hele mooie dag hier geweest. Wat trok je dan zo aan Edwin de Graaf? Ten eerste vond ik heel belangrijk, het is geen makkelijk instapmoment. In die zin dat heel veel trainers vaak zoiets hebben van ja, waarom kom je niet in mei of in juni? Dan heb je hele voorbereiding om ook nog een bepaalde invloed te hebben in de spelersgroep. Om daar rustig mee op te starten. Ja, ik heb Edwin geen één keer gehoord over Beer op de weg. Die ziet juist de kansen. Die was vereerd dat wij belden. Een grote club met ambitie. En als je vanuit dat gevoel die gesprek al ingaat, dan gaat dat gewoon een heel positief gesprek worden. Wat kun je toevoegen aan Roda JC? Ja, sowieso passie en strijd. Ik ben iemand die mouw opstroopt en elke dag het maximale eruit probeert te halen. En ik heb natuurlijk gekeken naar de groep en ik denk dat de groep en de speelwijze die ze nu hebben heel erg bij mij past. Ook dat ik zo graag wil spelen als trainer. Ja, je moet zorgen dat iedereen daarin weer optimaal gaat presteren. Hè. Ze hebben natuurlijk afgelopen periode een wat mindere fase gehad. Maar ze hebben daarvoor wel laten zien dat ze het goed kunnen en dat ze gewoon veel kwaliteit hebben. Zowel aan de bal, maar ook zonder bal, dat ze echt als team opereren. En dat probeer ik zo snel mogelijk in te krijgen. Je hebt me voor een half jaar getekend. Waarom? Nou ja, dus vanuit beide kanten. Laten we eerst kijken hoe de samenwerking gaat. En laten we elkaar in deze periode kijken of de klik er is, ja of nee. Met wel natuurlijk uiteraard als doelstelling de play-offs halen en presteren. En daarna kijken we wel verder hoe de samenwerking gaat. Je zoekt ook nog een technisch manager, zeg maar. Ga je dat nu ook nog doen of tilt je dat na het seizoen? Ik zou niet weten wanneer er iemand in die functie bij komt. Maar het is wel zo dat ik die zoektocht wel door wil zetten en niet maar voor me uit wil blijven schuiven. Het zou ook voor jouw eigen agenda beter zijn, toch? Ja, alleen is niet het eerste waar ik me druk over maak. Het fijne is natuurlijk wel dat ik een technische achtergrond heb. Dus die wereld is me ook niet vreemd. Dus je kan daarin echt wel het een en ander opvangen. Ik denk dat je als algemeen directeur ook altijd bezig moet kunnen zijn met je core business. Dus daar moet je in je agenda een bepaalde tijd voor reserveren. Alleen die verdeling is nou natuurlijk een beetje scheef. En dat hoop je met die functie wel in de juiste balans te krijgen. Ten slotte, komen er nog spelers bij voor 31 januari? Nou, we zijn wel aan het kijken om nog iets betere balans in het elftal te krijgen. Ik vind dat we goede spelers hebben. We hebben gewoon een moeilijke periode gehad, waarin ook een heel aantal spelers hun niveau niet haalden. Zo eerlijk moeten we zijn. Ik heb wel alle vertrouwen in dat weer terugkomt. Nu ook weer met een nieuw elan vanuit de staf. Dus daar heb ik al een goed gevoel bij. Alleen je bent altijd aan het kijken van oké, hoe kunnen we misschien de selectie nog een boost geven.